De stichting Kelly & Shelley is vandaag begonnen met hun reeks aan donaties. Bejaardentehuis Asiana mocht vandaag de eerste donaties van Heloïse Starke in ontvangst nemen. Stichting Kelly & Shelley heeft onder andere katheters en pampers gedoneerd. Directeur Brenda van Daal is ingenomen met de geste en luidt tegelijkertijd de noodkreet naar meer incontinentiemateriaal zoals pampers. De spullen die aangeboden zijn door Stichting Kelly & Shelley aan ons vandaag, betekenen heel veel voor ons. Omdat, zoals we weten, Asiana valt in staat met donaties naast onze subsidie die we hebben. Het zijn spullen die heel hard nodig zijn, maar spullen waarvoor we eigenlijk niet hoeven te betalen als we die krijgen. Dus we zijn heel erg blij met deze aangeboden gesten, ja. Het meest nodig zijn het eigenlijk incontinentiemateriaal, want die wordt maandelijks duurder. We hebben oudjes hier die zelf ervoor opdraaien, maar we hebben ook oudjes waarvoor Asiana helemaal zelf moet zorgen. Dus incontinentiemateriaal is heel hard nodig, omdat zo'n oudje dan zeg maar 3 tot 4 keer per dag verschoond moet worden. En als we praten over bedragen van 800 en 900 per bal pampers per maand, dan begrijpt u al waarover ik het heb. Dat het bijna niet uit te komen is voor zo iemand. Starke zegt dat ze morgen ook een rollator zal schenken. De stichting zal nog een aantal projecten uitvoeren alvorens ze teruggaat naar Nederland. Ik heb nu 3 projecten die ik ga uitvoeren. 1 met de blinde kinderen samen met Parapark. De tweede is met meneer Beatrix Starke, die heel ziek is geweest in Nederland. Kanker, dat ga ik ook uitvoeren. En de grootste project van moord, Coroni, in het district Coroni, zeg maar Coroni, district Coroni. In het kader van de kankerbewustwordingsmaand zal Starke samen met haar nicht Beatrice Starke, die kankerpatiënt is, pakketten doneren aan lotgenoten. Geïnteresseerden mogen zich opgeven via de Facebookpagina van de stichting.